Heel veel mensen zeggen, maar denk aan jezelf. Je bent te goed voor de maatschappij. Zeggen ze maar. Ja. Ik zeg, ja, maar ik vind het leuk om te doen. In Haagse Paradijsvogels neem ik een kijkje in het leven van excentrieke Hagenaars en Hagenezen. Mensen die opvallen vanwege hun bijzondere verschijning, levensstijl of een beetje van beide. Dit keer ga ik op bezoek bij Jacqueline. Zij staat iedere dag in de keuken om te koken voor daklozen. Ondanks haar eigen geld- en gezondheidsproblemen blijft ze zich inzetten voor de mensen op straat. Ja, hier is het. Jacqueline. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed. Alle herrie voor de deur, joh, hier. Ja, ze zijn voor. Gewoon naar binnen. Jullie aan het doen. Nieuwe pijp aan het zetten. Nieuwe pijp aan het zetten? Ja, die grote pijpen van onder de grond. Oh, de riolering. Lekker warm hier. Kom. Zo. Hoe is het? Goed en niet goed. Goed en niet goed? Oh. Dat moet je maar eens uitleggen dan. Wat gaat maar leven gaat gewoon door. Je mag daar zitten. Op de handdoek? Ja, op die handdoek. Als de spijkerbroek geeft kleur af, dan verpest je mijn stoel. Mag mijn jas wel hier ophangen? Nee, in de keuken. In de keuken. Zo. Nou, dan gaan we op de handdoek. Maar het gaat niet goed, zeg je? Wat is aan de hand? Qua lichaam is niet goed meer. Nee? Want je hebt reuma, hè? Ik heb reuma. Ik heb fibromyalgie. Ik heb artrose. Ik heb geen krakbeen aan mijn lichaam meer, dus... Ik leef dag en nacht met BV-brand aan mijn lichaam. Dus brand? Oh. Ja, omdat die botten wrijven. Waar je hebt geen krakbeen meer. Nee. Ga die botten wrijven op elkaar. Dus het wordt mij te zwaar niet met die dingen, ook alle mijn ziekten. Het wordt me te zwaar. Ik wil het blijven doen, maar... Die maaltijden brengen? Ja, het schreef weer mensen. Ik heb gezegd vorig jaar op Facebook dat ik ga ermee kappen. Maar veel mensen zeggen, Sjaak, je moet niet stoppen. God geeft je de kracht om door te gaan. Ja. Maar kijk, weet je, ik zeg dit altijd. Zolang je zit niet in mijn schoen, je weet niet hoe hard mijn schoen mij... knijpen, weet je, hoe pijn ik voel in die schoen. En daar is niks aan te doen? Nee, het zijn maar geen medicijn voor geen enkel van die ziekte. Dat is het. Ik was gewoon een proefgenijn geworden met medicijnen en op een doemer ze zeg maar, je gaat niet meer medicijn nemen. Stoppen met dat, want die medicijnen hebben me ook 150 kilo laten wegen. Ik was een skeletje, maar 34 in broek en rok. Ja. En plotseling ging ik deze stoel, ging ik hier deze hele stuk pakken, man. Je was 150 kilo? Ja. En toen? Ben je gaan sporten? Ja, nee, ik heb maagverkleining gedaan. Om af te vallen. En sinds corona ben ik weer aangekomen 10 kilo. Nu 12 kilo volgens mij, of 11 kilo. Okay. Is die niet. En de arts wil dat ik het eraf doe, want het is niet goed voor mij. Want sinds ik ben die paar kilo bijgekomen. Ik heb nog erg pijn. Meer klachten, ja. Ja, ik krijg heel veel pijn. Sommige dagen kan ik gewoon niks doen. Wil ik alleen op mijn bed. Van pijn, weet je. Ik sta op, ik dwing mezelf. Ik sta op, ik ga douchen. Weet je, ik praat met mijn mensen op live op Facebook en die domme dingen. Weet je. Ja. Maar qua lichaam soms, ik heb geen kracht, maar ik dwing mezelf. Maar het komt een moment, het hou op. Dat je kan niet. Net als eergisteren, ik was huilig heel op mijn bed. Van de pijn? Maar ik hou niet van laten mensen zien nee. Hoeveel pijn ik heb, weet je. Mijn grens van pijn is heel hoog. Ik kan heel veel pijn dragen. Dat houd ik je op. Maar het kwam een moment dat ik kan het niet meer verdragen. Nee. Dan ga ik helemaal, weet je, het is net als een handgranaat is. Een handgranaat. Ja. Snap je? Dus dus we moeten uitkijken. Jij moet uitkijken. Ik moet echt uitkijken. Maar ook de mensen om jou heen dan? Met wie woon je hier eigenlijk? Ik woon hier alleen. Mijn vriend
slaapt bij mij thuis hier. Meer hier dan zijn eigen huis, okay. Wat hij heeft zijn huis. Oh, maar als ik naar jou kijk, naar je glimlach, dan ben je wel verliefd. Verliefd? Nee, denk ik niet meer. Niet meer? Nee, niet meer. Hoe lang is het al je vriend dan? Dit jaar wordt 8 jaar. 8 jaar. Maar je lacht er wel bij. Ik lach op dat ding kom. Waarom? Hij is net weggerend, want je weet. Hij wil niet hij op rent, nee, hij wil niet op tv, hij rent weg. Oh. Oké, okay, maar je woont dus eigenlijk half samen, soort van? Kan je zeggen, maar hij heeft zijn eigen huis, ik heb mijn eigen huis. Ja. Maar hij is meer hier dan bij zijn huis. En je hebt ook kinderen, volgens mij? Ja, ik heb 3 meisjes, 2 jongen. 5 kinderen, zo. Ja. En ik denk een stuk 26 of 28 kleinkinderen, zoiets. Hoeveel? In die richting. Je weet het niet precies. Ja, want de ene keer iemand zegt, ja, je zoon heeft zoveel kinderen. Daarna zeggen ze, hij zegt nee, het is niet waar, weet je. Dus je weet niet meer wat je gelooft. En de andere kinderen, heb je daar contact mee? Met mijn derde dochter en mijn laatste zoon in Aruba. Ja. Okay. Want ze wonen niet allemaal in Nederland dus? Nee, 4 woont in het Nederlands, eentje is in Aruba. Want jij bent niet hier geboren ook? Nee. Waar ben je geboren? Nederlandse Antillen, Curaçao. Curaçao. En waarom ben je oorspronkelijk hier naartoe gekomen dan? Want hoe oud was je toen? 17 volgens mij. Volgens mij 17 of 18. En waarom was dat? Omdat ik was drugsgebruiker toch. Drugsgebruiker? Ja, ik heb drugs gebruikt. En mijn familie wou, mijn moeder is doodgegaan. En mijn zus, mijn grote zus ging me halen. Ze wouden graag dat ik word clean. Ja. Ze hebben me hier gebracht, ja. En hier ben je van de drugs afgekomen? Na veel jaren toch. Niet gelijk. Niet gelijk. Nee. Wat gebruik je dan? Alleen cocaïne. Oké. Ja. Snuiven? Roken. Roken? Ja, maar ik was nooit op straat geslapen. Nooit vies gelopen. Ik heb heel veel wel gebruikt. Mm-hmm. Maar op een doel werd ik moe. Ik dacht, nee, je moet stoppen. Je bent oma al, je moet ermee kappen. Ja. Zodoende ben ik gestopt. Fijn toch? Ja, en dat is een lekker gevoel, weet je dat. Alleen nog een sigaret af en toe. Ik rook sigaret. Ik was gestopt, ja. Ik ben weer begonnen. Ik rook nu al 4 jaar weer. En de dochter wil dat ik stop. Nou, de laatste dan. Is dit de laatste? Ja, lekker met je. Lekker met je. Je zit toch niet de as op de bank, hè? Jij hebt dat gegooid. Zit ik hier op een handdoekje en dan zit jij een beetje as op die bank. Niet liegen, want ik was niet daar met de sigaret. Dat was iets wit. Dat was iets wit, ja. Zo, we gaan weer wat maaltijden klaarmaken. Ja. Hoe lang doe je dat nou eigenlijk al? Heel lang aan. Maar ik ging het eerder doen, niemand wist het. Nee. Nee, je hebt het heel lang in de anonimiteit gedaan. Ja. Waarom ben je ermee begonnen eigenlijk? Gewoon omdat de mensen toch. Ik weet wat is, slaap op straat, die mensen slaap op straat. Omdat ik werk, ik heb in Chinatown gewerkt ook. En ja, ze krijgen niet genoeg eten, ze moeten die eten betalen. In opvang? Ja, bij Chinatown moeten ze betalen. Wat is er in Chinatown dan? Het is een koffiehuis daar waar ze geven die mensen eten. Oh ja. Geven ze. Ze krijgen zelf een broodje toast, die moeten ze betalen. En sommige dagen hebben ze geen geld kunnen maken. Nee. Of bedelen, weet je. Ja. En als ze komen binnen, ik heb daar in de keuken gewerkt, ook schoonmaken. En ze verkopen die jongen een potje eten voor 3,50. Door welke gemeente geven een subsidie voor de mensen, weet je. Dus zo ging ik als ik ook thuis, ik ging met mijn pan of met bakken eten, ik delen op de werk voordat ik begin te werken, weet je. Ja, want waar werkte je toen? Ik heb in Chinatown gewerkt, bij koffiehuis. En vandaar ben ik naar Lang van Midden voor gewerkt, daar krijgen ze wel gratis eten. En wat zit daar dan? Daar is ook van Parnassia. Van Parnassia? Ja. Je hebt voor Parnassia gewerkt ook? Ik heb in Parnassia gewerkt. Ik heb heel lang vrijwillig gewerkt, dan ben ik naar een betaalde baan gegaan in Parnassia. En dan ben ik naar lijn 2 hier gekomen werken. Vandaar de dochter heb me gestopt met werken. Lijn 2? Lijn 2, Parnassia lijn 2. Oké. Okay. Ja, vandaar moest ik stoppen van de arts met werken, want mijn lichamelijk gaat niet meer goed. En hoe lang geleden ben je gestopt met werken?
Ik denk 4 jaar nu. Mis je het wel eens? Jawel, want ik verveel me thuis. Ik ben iemand die kan niet stilzitten, ondanks dat ik ziek ben. Ik kan niet zo stilzitten. Ja, wat heb je vandaag op het menu staan? Gewoon kippenvleugel met rode kool. Kippenvleugels met rode kool en nasi. Lekker hoor. En waar gaan we het uitdelen straks? In de stad. In de stad gewoon? Want jij deelt het op meerdere plekken uit, toch? Ja, ik ga dan soms Zuiderpark, in de stad. En Malieveld, toch? Ja, ik ging naar Malieveld, maar Malieveld is te ver van mijn schat. Met mijn scootmobiel, weet je. Ja. Ik vind sowieso een hele onderneming wat je allemaal doet met die spullen op de scootmobiel. Zoek je nog steeds ook mensen die jou kunnen ondersteunen? Ja, ik zoek mensen om, als mensen kunnen me helpen met de donatie, weet je, maar ja, er zijn mensen met goede hart die willen helpen met donatie voor de eten voor in de zomer. Ja. En dat ik kan ook de kerstpakketten, de spullen voor de kerstpakketten kopen zou goed zijn, zo hoef ik niet allemaal centjes te gebruiken. Nee. Vorig jaar heb ik allemaal centjes gebruikt, weet je. Van je eigen spaargeld? Ja, allemaal spaargeld is naar de kloten nu. Je bent eigenlijk veel te lief, hè? Ja, denk aan anderen en laat mezelf in de steek. Zeggen mensen wel eens tegen jou dat je te weinig aan jezelf denkt? Ja, sommige mensen zeggen maar, je moet aan jezelf denken, niet aan... altijd, heel veel mensen zeggen maar, denk aan jezelf. Je bent te goed voor de maatschappij, zeggen ze maar. Ja. Ik zeg ja, maar ik vind het leuk om te doen. Je wil de daklozen niet in de steek laten? Nee, en weet je wat, het doet pijn. Als je bent niet gegaan, als ik een dag niet ga omdat ik heb pijn, mijn lichaam doet er niet, laat er niet toe. En volgende dag rijd ik voorbij, stoppen ze me en ze vragen me, je hebt gisteren niet gekomen, ben je ziek? Ik zeg ja. Ik moet aan mezelf denken en dan kan jullie. Want kijk, ik kan mezelf ook doodmaken. Maar hun blijft eten straks. Ja. Als ik doodval nu, ze blijft toch eten, weet je. Ze komen toch wel aan eten uiteindelijk. Ja. Dus ik probeer toch te doen wat bepaalde mensen mij zeggen. Denk aan mezelf, maar toch soms, ik vergeet het toch. Je vergeet jezelf? Ja. Ja. Dan gaat het in. Zo. 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 Dat zijn aardig wat maaltijden. 10 stukken. 10 stuks. Dan ga je 10 blik bier en drinken pakken. Ja, kom. Blikken bier? Nee, nee. Zei je dat nou? Ja, dat zei ik net. Geef je die ook aan de dakloos? Zo. Wacht. Dan zet je die tas altijd tussen je benen, hè? Ja, die tas gaat tussen mijn been. Kleine voorraad bier erbij. Nee, joh, eentje is leeg. Kan die erbij? Ja. En je telefoon? Yes. Oké, nou, dan zien we elkaar in de stad. Ik zie het straks. Voorzichtig. Bij die ballenman, toch? Ja, Haagse Harry. Ja, is goed. Ik zie jullie zo. Hoi. Doei. Zo, nou, het is niet zo lekker weer, Jacqueline. Gaan we even het is kut weer. Een beetje droog lopen. En ik krijg alleen maar pijn hiervan, hè. Ja, maar je zit nou gewoon de hele tijd met pijn ook in de scootmobiel. Ja, ik heb pijn al. Ja.
Dan wordt het zoeken naar mensen die eten willen hebben. Nee, maar ik ga niet de hele stad zoeken. Nee? Ik kijk gewoon bij Hema, als ze zijn niet daar. Ja. Ga ik naar de pleintje, als ze zijn niet bij de pleintje, ga gewoon naar Chinatown, want ze zitten binnen zeker. Ja. Zo doe je dat altijd eigenlijk? Ja. Want ze gaan koud schuilen, regen schuilen daar. Ja. Die meneer die zit hier normaal, ik zie hem ook nu niet. Hier zit niemand? Nee. Dan ga ik gewoon binnen Chinatown. Het is goed. Geen dank, schat. Ik zie je volgende keer, hè. Ik moet daarop. Ik ga zo draaien. Je kan me daar wachten. Nee, alleen eten toch? Niks meer vroeg hij, wat had hij nog meer gewild dan? Misschien zo'n dag dat ik heb kerstpakket nog steeds. Want dit doe je ook wel eens, dus als er niemand op straat is, dan breng je het gewoon bij ja, je. Ja, want veel van hun slapen op straat. Ja. Ik heb hier gewerkt toch? Dit is alleen dagopvang? Nee, dit is hier kunnen ze, daar is dagopvang. Ja. Hier kunnen ze dagbesteden doen werken. Ja. En ze komen hier douchen. Ze hebben kluis om ze spullen te zetten, ze kunnen douchen hier. Ja. En als het is koud, komen ze binnen en ja. Ja. En wanneer ze willen weg, gaan ze gewoon weg. Hoi. Ja, graag gedaan. Om vier uur gaat hier dicht. Ja. En deze moet ik gaan kijken, helemaal naar Zuiderpark. Ja. Dus deze ga ik straks delen. Dit ga je later brengen, ja. Ja, want ze komen in Zuiderpark rond 4 uur zo. Hey, maar ik kan me wel voorstellen dat je met sommige mensen ook echt een band hebt opgebouwd. Ja, ik ken ze allemaal. Ik heb hier gewerkt toch, dus ik ken ze bijna allemaal. Ja, maar ook de mensen op straat. Ja, ik ken ze allemaal. Als ze me zien, schreeuwen ze me. Vraag wanneer ik ga weer eten brengen, weet je, dus. Ja. Je raakt gewend aan die mensen en hun raakt gewend aan jou. Als ze je niet zien, dan gaan ze de ene vraag aan die anders. Waar blijft die vrouw met eten? Ja. Hey, maar je hebt zelf best wel wat problemen, je hebt veel pijn. Is dit dan iets waar je echt energie van krijgt? Weet je, in het begin deed ik het omdat ik... Dan blijf ik niet zitten, maar het lukt me niet haast niet meer. Ik heb oproep gedaan op Facebook voor mensen mij komen helpen. Maar sommige mensen willen op komen helpen, maar... Ze laat je gewoon in de steek. Ga geen afspraak met mij maken als je weet dat je komt niet. Of dan kom je met je smoesjes, ik ben ziek, ik kan morgen niet komen. Volgende week kom je weer niet. Terwijl jij doet het gewoon elke dag. Jij staat er altijd. Ja, want kijk, in de zomer, ik doe het elke dag. Ja. En dan wordt het te zwaar voor mij alleen, weet je. Nou, nogmaals, mensen kunnen jou dus helpen als ze dat willen. Ja. Contact opnemen met ons, daarna. Ja, mensen die willen helpen mogen contact met jullie opnemen. Ja. En dan kan jullie met mij contact nemen, ja. Je bent een goed mens, Jacqueline. Dat blijkt maar weer, hè? Ja. Ik vond het leuk om je te volgen. Is goed, schat. Het beste, hè? Je hebt me, ik heb je. Ja, als er iemand contact opneemt, hoor je het. Ja, is goed. Nou, het beste. Is goed, schat. Ik ga je zien, hè? Dag. Meid, doei. Wil jij Jacqueline helpen met het maken en of uitdelen van maaltijden? Of wil je haar financieel ondersteunen? Stuur dan een mail naar pim@denhaagfm.nl. Dan brengen wij je in contact met Jacqueline.